Ja, vrienden, zit ik net kijken. Ja, naar het debat. Ja, over de uitslag van de verkiezingen van de Provinciale Staten. Maar het gaat natuurlijk ook over die brief die het kabinet heeft geschreven natuurlijk. Hè, met alle zogenaamde nieuwe maatregelen die ze zouden doen. Nou, vrienden, ik kan jullie één ding zeggen. Hier komt de tip van de dag. De tip van de week en de tip van... Ga niet kijken naar het debat. Niet doen. Wil je geen... Wil je geen stoom uit je oren? Niet gaan kijken. Wil je niet een verhoogde hartslag? Niet gaan kijken. Wil je niet dat je bloeddruk dwars door je hersenpannetje gaat? Niet gaan kijken. Laat het voorbij gaan. Want vrienden, ik zit me zo verschrikkelijk op te winden over dit debat. Dit is werkelijk niet te geloven wat daar gebeurt. Ja, dus al die blunders worden opgenoemd, hè, die ze gemaakt hebben. En of dat nou Groningen is, of het asielbeleid, en stikstof, en noem het allemaal maar op. En Valkenburg, en met die watersnood. Het maakt niet uit waar het over gaat. En dat wordt allemaal keurig opgenoemd. En als je dat dus in het bedrijfsleven zou doen, hè, gewoon... Je maakt al die verschrikkelijke blunders en fouten. Dan word je keurig verzocht je bureau leeg te... Wil je bureau leegmaken alsjeblieft? En u kunt gelijk vertrekken. Nee hoor, niet in de politiek. Dus we gaan daar een beetje zitten wauwelen en babbelen. En dan zijn er nog partijen ook die nog een beetje zo... Nou, het gaat wel en zo. En dan is de enige die nog een beetje gif hadden. Dat was Daniel Wilders natuurlijk, PVV. En wie had dan nog meer een beetje gif? Marijnissen van de SP. Nou, en de rest, die laat het allemaal een beetje op zijn beloop. Hebben dan wel een beetje kritiek en weet je... Nou, het is niet te geloven. En dan komt er zo'n Sofietje Hermans, zo'n meisje. En die komt daar keurig zo'n verhaaltje afdraaien. Heeft ze uit haar hoofd geleerd. Ja, nee, we houden keurig vast aan het coalitieakkoord in 2030. En dan hebben we onze eikmomentjes van Remke. Ze hebben ze keurig allemaal uit haar hoofd geleerd, ja. Verder kwam ze ook niet, hoor. Dat was het dan ongeveer. Ja, en dan moeten we verder. Moet het niet de woningbouw en de natuur en nog een paar dingetjes in de weg staan. En dat was het lesje wat ze geleerd. En daar zit ik dan naar te kijken. En dan in plaats dat er gewoon iemand zegt, ga alsjeblieft weg, ga naar huis. Allemaal weg. Want die Kaag, die zit daar. Die zit daar. Die Kaag, die heeft twee van die knuisjes. Dan zit ze keihard in te lachen. Want die houdt de boel keurig bij elkaar. En dan kan ze lekker haar eigen agendaatje, hè, van klimaat en stikstof en asiel. En die duwt ze lekker door de komende jaren. Vrienden, wen er maar vast aan. Ga er maar vast aan wennen. Want de komende 2 jaar zitten jullie en ik en iedereen in Nederland zit nog vast aan een kabinet in crisis.